leuk dat je kijkt naar onze speciale React To All-Stars serie. In deze serie reageren oude Spuiten en Slikken presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Gwen van Poorten het item terug waarin zij voor het eerst gaat trippen. En tijdens deze paddo-ceremonie komt zij in een bad trip terecht. Ik weet niet eens meer hoeveel seizoenen van Spuiten en Slikken gepresenteerd. En ik weet al helemaal niet hoeveel items. En af en toe kijk ik ze zelf nog wel eens terug. Maar vandaag ga ik dat samen met jullie doen. En vorig seizoen startte ik mijn zoektocht naar een natural high. En die eindigde met kambo. Ik ben er nooit zo ziek geweest. Het was echt heel erg heftig, maar ook heel bijzonder. En daarna ben ik gaan nadenken. De andere soorten drugs, middelen die uit de natuur komen, waar ik iets mee kan bereiken. En met paddo's schijn je ook iets therapeutisch te kunnen doen. En dat ga ik proberen. Ik ga voor het eerst trippen. Om mijn eerste paddo-trip goed te begeleiden heb ik gekozen voor Esmeralda Hai. 6 jaar geleden gaf ze haar huwelijk en haar baan op om zich meer te laten leiden door liefde. Inmiddels heeft ze een boek geschreven en een bedrijf opgericht voor vrouwen. Met als doel persoonlijke en spirituele groei. In haar trainingen gebruikt ze paddo's als medicijn om onverwerkte pijnen te behandelen en vrouwen in contact te laten komen met hun gevoel. Ik heb nog nooit een trippend middel gehad, omdat ik dat best wel eng vind. Ja. Is er dan zo'n ceremonie niet meteen heel heftig om te doen? Nee, juist om het begeleid te doen, juist heel veilig om zo'n ervaring te hebben. En wat we met deze ceremonies echt beogen, is om naar een diepere laag van ons gevoel te gaan. Hè? Ja. Dus vrouwen die hier komen, die willen ook, die zijn bezig met zelfontwikkeling, met spirituele groei. Die willen ook meer van zichzelf ontdekken. Ja. En als je paddenstoelen neemt in deze setting, dan kunnen de paddenstoelen je ook echt naar diepere lagen brengen. Waar je misschien wat vervelende dingen tegenkomt als onverwerkte pijn. Maar ook, het is echt mogelijk om echt bij je oerkracht ook uit te komen. En hele mooie, diepe inzichten over jezelf te krijgen. Alle thema's waar deze vrouwen het hier over hebben, daar ben ik nu mee bezig en daar was ik altijd al mee bezig. Het moment dat ik hier zat, was ik ook heel erg in contact met mezelf. En hebben we een intentie afgesproken. Dus ik zat daar ook echt met dat doel. Langzaamaan komen alle deelnemers binnen en bespreken we hoe de vorige keer is verlopen. Een heel mooi, intensief proces achter de rug. Ja, want de vorige keer heb je echt wel een hele heftige ervaring gehad. Hè? Echt big stuff. Hoe heftig die dag ook was, het heeft mij zoveel goeds gebracht. Zo snel en veel verdriet achter mij kunnen laten, dat ik had nooit willen missen. Nou, ik ben Winnie. Mijn eerste ervaring was ook best pittig. Ik had een ervaring waarin ik echt in het eerste stuk van de trip het gevoel had dat ik doodging en dat ik aan het stikken was. Ik was door de geruststellende woorden van Esmeralda een beetje vergeten waarom ik trip zo eng vond. Maar nu weet ik het wel weer. Ik krijg er een beetje benauwd van. Ik dacht dat dit een manier zou zijn. Dat het chill zou zijn dat iemand je hand vasthoudt en dat je gaat trippen. Maar nu denk ik toch wel, ja, met je vrienden gewoon het bos ingaan is misschien ook wel gewoon heel chill. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk en zo diep. Ik zie hier een stukje waarin ik hem zeg, ik ben een beetje bang, ik ben een beetje, dit hoeft voor mij ook allemaal niet zo diep te gaan en zo. Maar ik kan me ook wel herinneren dat ik dacht, ik ben in supergoede handen. Zo erg mis kan het nou ook weer niet gaan. Het is niet dat ik me niet eraan over ging geven, want ik voelde me wel heel erg veilig. Ik was wel klaar om daar helemaal voor te gaan. Ik heb een volledige dosis van 3 gram gedroogde paddo's op en na een half uurtje begint het te werken. In een heerlijk bedje mogen we het op ons laten inwerken. Tot nu toe vind ik het eigenlijk allemaal heel gezellig. En ik weet nog dat ik daar echt super lekker lag op een matrasje met een dekentje. Toen keek ik naar buiten en daar is dus sneeuw, zoals je kan zien, gras en bomen. En ik weet nog dat het begon met dat, ik krijg helemaal kippenvel. De sneeuw kwam naar mij toe en ging weg. Ik dacht, ja, maar dit kan niet. Dit is niet mogelijk. Dus ik ben aan het trippen. En het gaat goed. En het is niet eng. Super relaxed. Ik kan ontspannen. En toen ging ik naar de bomen kijken. En toen was het alsof er allemaal kristalletjes in kwamen. Alles ging draaien. En ik weet nog dat ik dacht, dit is zo ongelooflijk mooi. Ik voel me zo goed. Waarom heb ik dit nog nooit eerder gedaan? Het is de bedoeling dat ik mijn mond haal. Ja. Oké. Als je baard gaat eigenlijk uit. Dus dat is een afleiding. Nou, hou. Het is een afleidingsmanoeuvre voor jouw hoofd. Ja, dat is waar. Dus ga ik naar binnen. Ah, ik zie mijn hoofd hier. Ik weet nog dat het mooie sloeg om in lachen. Ik moest de hele tijd lachen. Maar ik weet ook nog wel dat er geen regels waren. Dus ik was gewoon heel hard aan het lachen. Ik voelde me zo vrolijk. Een soort van explosie van geluk. En ik kom hier omhoog. Omdat ik kreeg heel erg het gevoel dat dat niet mocht. Maar na nog een half uurtje in mijn eigen wereld te zitten, gebeurt er iets geks. Als Esmeralda me wekt, zodat ik iets kan vertellen over de trip op camera, raak ik uit mijn comfortzone. Ik heb een vraag aan je. Wil je er even uit om even voor jouw programma te vertellen? Ja, doe maar. Ja. Maar dan moet je wel even met me mee, want dan mag je naar buiten en dan gaan ze je gewoon even interviewen. Of wil je dat niet? Ja, let's go. Mevrouw deed alsof er iets heel raars aan de hand was. Ik weet niet zo goed waarom we hier zijn. Over 2 uur is dat helemaal anders, dus don't worry. Dus ik zou zeggen, nu je er volledig in zit, ga nog lekker op je bedje liggen. Hou je lekker even in. Dan zeggen we al die girls ook even koppen houden. En hou gewoon, dat doen we vaak, een tweede ronde eigenlijk. Voorafgaand aan dit stuk was ik aan het keten. Ik was aan het lachen. Ik had de tijd van mijn leven. Ik heb tranen in mijn ogen. En ze is nog een keer naar me toe gekomen en zei ze: lieve Gwen, als jij nou even je kop houdt, dan kan de rest focussen. En ik wist niet wat ze zei. Ik hoorde alleen maar: als jij nou even je kop houdt. Ook al bedoelde het zo lief met een glimlach. Als jij nou even je kop houdt. En toen dacht ik: ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Ik weet niet wat paddo's zijn, wat drugs is, wat een camera is, wat mijn programma is. Maar ik moet mijn kop houden, dus dat wil zeggen, ik ben iets fout aan het doen. Maar ik wist niet meer van voor wat achter was. Alleen dat ik iets fout deed. Dus ik was compleet in de war. Ik dacht alleen maar, jij bent negatief. Ik ben aan het lachen en jij zegt dat ik mijn kop moet houden. En toen was ik het kwijt. Ik was hard aan het trippen en als ik om me heen keek was alles vervormd, maar ik begreep er weinig van. Het belangrijkste was dat ik me niet op mijn gemak en angstig voelde. Ik wil dit niet. Ja! Oh, ik heb echt medelijden met mezelf hier. Het is echt zielig. Oh god. Het ergste wat ik ooit meegemaakt. Ik weet het ergste wat ik ooit meegemaakt. Nou. Meegemaakt in je leven. Dat is het enige antwoord wat ik je kan geven. Holy shit. Ik denk dat ik gewoon eventjes daar naartoe ga. Ja? Oké. Oké, hier ligt het. Ik lag onder die dekens. Ik zag allemaal dingen, maar ik wist, ik doe iets fout als ik kijk. Dus ik was compleet gedesoriënteerd. Dit gaat nog steeds. Ik krijg hier nog steeds kippenvel van. Ging. En toen zei hij, nou, valt best wel mee. En dan als iemand tegen je zegt op het moment dat je voelt dat je dood gaat, dat het best wel meevalt. Dat is niet fijn. Dat is uiteraard nooit mijn intentie geweest, Gwen. Dat is fijn. Dat weet ik. Maar ik weet wel, ik vond het wel echt heel bijzonder. Wat er nu gebeurt, het is nu, maar eigenlijk begint het nu pas. Je hebt gewoon iets heftigs gedaan. En dat mag je gaan integreren in je leven. Ja. En er is zoveel gebeurd. Ja, maar nu ben je oké. Ja, ik ben oké. Ga je oké naar huis? Ja. Goed zo. Dat is belangrijk. Ben jij oké? Ja, ik ben heel oké. Ja. Ah, lieve schat. Ik ben naar huis gegaan. Nadat ik echt uren had gepraat met de hele crew en iedereen. En toen heb ik echt, ik denk een maand lang, super heftige nachtmerries gehad. Ik baal er gewoon nog steeds van. Ik heb nooit meer paddo's gebruikt of nooit meer iets trippends. Omdat ik ben gewoon heel erg bang dat als ik dat nog een keer ga doen, dat het dan weer zo terugkomt. Terwijl het begin was zo mooi. Ik was zo blij en gelukkig en alles was mooi. Ik heb bomen zien groeien, de mooiste patronen, de lucht was heel erg mooi. En ik voelde me lekker, totdat er een moment kwam waar alles omdraaide en ik in een neerwaartse spiraal terecht kwam waar ik niet meer uitkwam. Ik raakte in paniek en ik heb daar nog steeds last van. Ik droom nog steeds heel heftig en ik ben er heel erg van geschrokken. Ik had niet verwacht dat een paddo op een ander level je zo slecht kon laten gaan. Ik heb echt een bad trip gehad, een hele dikke. Als ik zo terugkijk op dit hele verhaal, dan is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Esmeralda is een lieve vrouw die echt iedereen een mooie paddo-ervaring wilde geven. En die zo graag wilde dat wij op haar pad liepen. Maar mijn hersenen, mijn hoofd ging de andere kant op en dat matchte niet. En daardoor werd het een soort geforceerde situatie waarin ik niet lekker ben gegaan. Ik zeg niet dat ik het nooit meer ga doen, want ik heb echt wel gezien bij de vrouwen om me heen dat het wel een therapeutische werking kan hebben. Ik heb vrouwen zien lachen, zien huilen, echt levensproblemen zien oplossen. Dat was voor mij deze keer niet zo. Maar ik heb wel iets geleerd. Dat is onderschat nooit de kracht van de paddenstoel. Ik spreek regelmatig mensen op straat, op festivals, waar dan ook. Ik heb dat paddo-item van jou gezien. En die komen dan met ook een paddo-verhaal. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat zijn jouw ervaringen met trippen? En misschien wel een bad trip. Deel dat hieronder. Waarom ging je bad? Weet je hoe dat kwam? Dan voel ik me misschien iets minder alleen.